Het is al meer dan 525.000 keer bekeken. Een filmpje van een leraar van de Noorderpoort die een slapende leerling hardhandig wekt met een brandblusser. Zoveel aandacht was precies wat de leerlingen wilden. Het filmpje was namelijk een schoolopdracht van de opleiding Kunst en Multimedia. De studenten moesten binnen 24 uur de aandacht van de media krijgen. En dat is behoorlijk goed gelukt. Dat overkomt je dan, hè? Dat gaat opeens heel snel. Dat filmpje dat is geplaatst, dat werd opgepikt, dat gaat op Dumperts, dat komt op iTunes, dat komt, dat vermenigvuldigt zich, dat komt op Facebook en zoals het nu gaat, ik geloof dat hij inmiddels al 500.000 keer bekeken is. En de reacties verschillen. Mensen vinden het of goed gelukt en mooi geslaagd en anderen zeggen van dit kan echt niet, schandalig. De negatieve reacties gingen vooral over het gebruik van de brandblusser. Er is een hele goedkope winkel die voor heel weinig geld eigenlijk fake brandblussers verkoopt en dat was er een. Het was geen brandblusser uit de gebouwen. De student die wakker gespoten werd in het filmpje zegt dat het wel degelijk om een echte brandblusser ging. Het was een poederblusser, maar nogmaals, we hebben gewoon voor gezorgd dat niemand schade liep of wat dan ook. We hebben alles doorgelucht, alles officieel gewoon opgeruimd. Er is niks van overgebleven, dus goed afgelopen. Het was geen toeval dat Goku Des de hoofdrol kreeg. Hij heeft ervaring. Hij is namelijk ook stuntman. Omdat ik gewend ben om dit te doen, wist ik eigenlijk al wat ik eraan moest doen. Dus ik heb instructies gegeven om via beneden te beginnen met spuiten. En zodat ik opsta, zodat het bij mij in de midden komt. Ik hou gewoon mijn mond en ogen dicht en ik begeleid mezelf via de muur naar de deur. Dat was het.